Mijn ultieme doel is het behalen van eremetaal op de Olympische Spelen. En daarvoor sta ik iedere dag op het trainingsveld. Mensen vragen soms wel, waarom ga je nog door? Je hebt eigenlijk alles al gewonnen, maar het kan altijd meer. En 4 keer Olympisch goud zou nog vetter zijn dan 3 keer. Ik was vroeger iedere dag op de hockeyclub te vinden met mijn maatjes. En daar is mijn liefde voor de sport ontstaan. Het leek al wel snel dat ik talent had, maar ook vooral heel fanatiek was. En ik vond eigenlijk het spelletje gewoon heel leuk. En het feit dat je met teamgenoten op het veld staat, dat vind ik eigenlijk tot de dag van vandaag nog steeds fantastisch. Door de jaren heen is het hockey onwijs gegroeid. En daarvoor moet je natuurlijk zorgen dat je je voeding goed op orde hebt. En dat je je trainingslood goed op orde hebt. Dat is cruciaal, want anders kan je niet presteren. Want mensen verwachten alleen maar dat je blijft winnen. En daar zijn eigenlijk alle puntjes op de i belangrijk voor. En vandaar is Strive voor mij een ideale hersteldrank. Waarin er gewoon eiwit in een biertje zit. En dat is natuurlijk iets heel unieks. Dus ik kan gewoon een biertje meedrinken met familie, met vrienden. Dus is het voor mij ideaal om toch mijn sociale momenten mee te pakken. En uiteindelijk ook gewoon aan mijn herstel werken.